De Vereniging Spierziekte Nederland is een patiëntenvereniging die voor haar leden vele vormen van ondersteuning heeft ontwikkeld. Ik zie verschillende rollen voor de Vereniging Spierziekte Nederland in aansluiting aan wat wij als artsen te bieden hebben. Als ik bij patiënten een diagnose van een bepaalde spierziekte heb gesteld, dan verwijs ik ze eigenlijk altijd door naar de Vereniging Spierziekte Nederland. Omdat aanvullende informatie aan patiënten kunnen geven die echt toegesneden is op de patiënten. Dat proberen wij natuurlijk ook, maar dat is vaak compact. Ook als je patiënten nog een keertje voor een nagesprek laat terugkomen. Via de diagnosewerkgroepen is de informatie echt toegesneden op de patiënten. Dus dat is één belangrijke rol. Een tweede rol is die van een belangenbehartiger. Daar heeft de VSN zo langzamerhand een belangrijke plaats zich in verworven. Dat is iets waar ik patiënten ook graag naar verwijs. Ten slotte vind ik het van bijzonder groot belang dat de VSN ervoor kan zorgen dat er lotgenotencontact plaatsvindt tussen patiënten. Zodat patiënten die nu nog bijvoorbeeld aan de beademing liggen, dat zij patiënten kunnen zien die aan de beademing hebben gelegen, nu bij wijze van spreken weer een marathon kunnen lopen. En ik denk dat een van de grote verdiensten is van de VSN dat ze daarvoor kunnen zorg dragen. De agenda van onderzoekers en patiënten loopt niet altijd parallel. Een goed onderzoek biedt niet altijd een antwoord op de problemen waarmee patiënten te maken hebben. Een goede samenwerking is daarom in het voordeel van zowel patiënten als onderzoekers. In het algemeen geldt dat zonder patiënten gewoon geen wetenschappelijk onderzoek en zonder onderzoek verder geen voortgang in therapieën. Het is van groot belang om met patiënten in contact te komen, onder andere om van hen ervaringen te horen. En van die ervaringen kunnen wij ook leren en kunnen ze ons op het spoor zetten om nieuwe richtingen van onderzoek in te slaan. Verder is het zo dat het bijzonder stimulerend is om met patiënten in contact te komen, omdat je hun ervaringen hoort en we gaan kijken of we daar wat aan kunnen doen. Op het moment dat je alleen onderzoekers laat bepalen wat er onderzocht wordt, de onderzoekers alleen kijken naar hun eigen interesses en niet zozeer kijken naar de relevantie voor de patiënt, niet die vragen waar de patiënt mee rondloopt, ook in hun onderzoek opnemen. En ja, dan is het gevaar groot dat je met resultaten komt waar mensen niet direct iets aan hebben. Maar ook op het gebied van de zorg speelt de Vereniging Spierziekte Nederland een belangrijke rol. De VSN brengt hulpverleners bij elkaar en slaat bruggen tussen de verschillende disciplines. Neurologen, revalidatieartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere hulpverleners. De VSN is de motor en de bezieling in het proces van verandering en vernieuwing. Dat is niet vreemd. Uiteindelijk zijn het de leden van de VSN die de kwaliteit van zorg letterlijk aan den lijve ervaren. Voor hen is goede zorg van levensbelang. Wat we weten op dit moment is dat de kennis over ALS bij de verpleegkundigen in de thuiszorg niet groot is. Maar wat we wel weten is van als ze eenmaal een patiënt in zorg krijgen met ALS, dat ze een enorme betrokkenheid hebben bij die patiënten ook. En dan graag meer willen weten over ALS. En wat voor ons nou van belang is, van als die kennis vergroot wordt en die komt zowel vanuit de patiëntengroep als vanuit de deskundigheid die er is over ALS, dat de zorg dan ook een stuk beter kan worden voor die patiënt aan huis. En de belangrijkste functie is het vliegwiel-effect, want die ideeën worden altijd positief onderschreven door iedereen binnen de revalidatiegroep. Alleen wanneer zijn de agendas bij elkaar gebracht, wanneer wordt het materiaal bij elkaar gezocht, alle literatuur, etc. En dat doet de VSN eigenlijk voor ons en dat scheelt een klapwerk. En daardoor doe je het dus ook. Dus en elke keer wordt weer opnieuw die agenda gepland. En als je dat niet hebt, als die vliegwielfunctie er niet achter zit, dan kom je er niet toe. De VSN heeft de middelen, de mogelijkheden en de ambitie om een rol te spelen als derde partij. Om bezieling te brengen in het proces van zorgvernieuwing. Daarin is de VSN uniek. Professionals en patiënten hebben er baat bij wanneer deze specifieke kennis van de VSN verder kan worden ontwikkeld en ingezet. Wat met een mooi woord patient empowerment wordt genoemd. Patiënten daadwerkelijk een onderdeel laten zijn
van datgene wat er allemaal over ze wordt beslist en wat er wordt gedaan. Het maken van richtlijnen, maar ook het deelnemen aan of het aanjagen van onderzoek dat de VSN daar eigenlijk van meet af aan voor geijverd heeft. Maar ook zo goed zich daar in positie heeft verworven. Dat ook met respect naar de artsen en onderzoekers toedoet. Zodat aan beide kanten het gevoel ontstaat dat je elkaar versterkt.